U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag op de meeste plaatsen grijs weer, met af en toe een beetje regen of motregen, maar niet al te grote hoeveelheden. Het grijze weer danken we aan veel bewolking boven ons hoofd. Nederland ligt onder een witte deken van wolken en met een aanvoerrichting vanuit Duitsland betekent dat we voorlopig nog niet van die wolkenvelden af zijn. Het meest actieve weer het verplaatst zich wel. Er valt nu dus af en toe nog wat regen of motregen. Maar voor vanavond wordt het al op de meeste plaatsen droog. Een graad of 7 in de avond. Temperatuur in de nacht een graad of 6. In het noordoosten misschien wat lager. Hier en daar een paar opklaringen. Maar op de meeste plaatsen houden wolken nog steeds de overhand. Morgen een beetje hetzelfde verhaal. Bewolking. In de loop van de dag wat opklaring. Het eerste in het noordoosten van het land. Er staat weinig wind uit een oostelijke richting. En de temperaturen lopen op naar 8 tot 10 graden. Dan krijgen we een nacht naar donderdag die fris gaat verlopen. Met vooral in het noordoosten kans op vorst aan de grond. Donderdag overdag af en toe zon en een graad of 8. Vrijdag 7 tot 9 graden. Misschien weer wat meer bewolking en een kleine kans op een spatje regen. Ook zaterdag lokaal misschien wat lichte neerslag. Maar vaker is het droog, de zon schijnt af en toe. En dan is het een graad of 8. De temperaturen daarna laten een grote onzekerheid zien. We zien het grijze gebied groot worden. En dat betekent eigenlijk dat het weer alle kanten op kan. Er is aangekondigd dat er vorst onze kant op kwam. Nou, dat kan nog steeds, maar de kansen worden wel duidelijk minder groot. Kijken we naar die kansen, dan zien we kansen van 30% op een minimumtemperatuur onder nul. En kansen van een procent of 8 dat het ook overdag niet meer boven nul komt. Maar dan hebben we het inmiddels wel over het eind volgende week. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.